Ik wil het met jullie hebben over schone energie in Hellendoorn. Hartstikke belangrijk, natuurlijk voor ons klimaat, maar als je het daar niet voor doet, dan in ieder geval moeten we beseffen dat onze fossiele energiebronnen opraken, dat we niet meer afhankelijk willen zijn van dubieuze figuren en dat we de kans hebben om samen geld te verdienen in een schone economie. Nou, in Hellendoorn zegt dus ook iedereen dat schone energie super belangrijk is, niet alleen GroenLinks, maar bijvoorbeeld in het coalitieakkoord staat: het is ons streven om in Hellendoorn evenveel energie zelf te produceren als dat we nodig hebben. Er zijn verschillende manieren om hier met z'n allen aan te werken. We kunnen bijvoorbeeld energie gaan besparen, maar we kunnen het ook schoon gaan opwekken door onder andere zon en wind. Over wind gesproken, daarover staat dan weer in het coalitieakkoord: windmolens staan we alleen toe op het bedrijventerrein. Als je dat allemaal in je achterhoofd neemt, dan zou je toch denken dat we met z'n allen een heel eind moeten kunnen komen. Oké. Dit was de theorie. Nu hoe het in de praktijk echt is gegaan. Vorig jaar lag er een initiatief voor het plaatsen van windmolens op industrieterrein het Lochte 3. En het college en het grootste deel van de gemeenteraad zeiden: nee, dat gaan we niet doen. Nou hoor ik je denken, maar in het coalitieakkoord stond toch dat windmolens wel op het industrieterrein mochten? Ja, dat klopt, maar dat was op papier en op papier was het allemaal nog wel stoer, maar in het echt is het natuurlijk veel te eng. In plaats van die windmolens ligt er nu een energievisie. En dat is een document waarin wordt uitgelegd hoe we toch 20% CO2 kunnen besparen voor 2020. Want dat was ook nog een officiële doelstelling die we hadden. Dat is natuurlijk nog lang niet genoeg om energie neutraal te worden zoals we in het coalitieakkoord wouden. Maar het zou in ieder geval een beginnetje zijn. Die energievisie van Hellendoorn die staat vol met allerlei boekhoudkundige trucjes. Zo moeten we het bijvoorbeeld even hebben over Twents. Twents ken je misschien wel. Twents is het bedrijf waar ons afval naartoe wordt gebracht om verbrand te worden. Bij het verbranden van het afval wordt ook schone energie opgewekt. Daar is op zich natuurlijk niks mis mee, want ons afval moet toch worden verbrand. En als je daar energie bij kan winnen, is dat hartstikke prima. Saillant detail is wel dat 1/3 van het afval dat bij Twents wordt verbrand speciaal geïmporteerd moet worden uit Engeland, omdat ze anders niet genoeg hebben. En als je dat nog groene energie wil noemen, dan moet je wel heel creatief zijn. Nou, het boekhoudtrucje. Er is een bestuurlijke afspraak gemaakt, want Hellendoorn is voor 5,5% aandeelhouder van Twents. En nu mogen wij volgens die bestuurlijke afspraak vanaf 1 januari 2018 voor 5,5% van die energie die bij Twents wordt opgewekt toeschrijven op onze eigen energieboekhouding. Hoeveel schone energie levert dat dan extra op? Nul. Want ook als we niet die bestuurlijke afspraak hadden gemaakt, werd er nog steeds evenveel schone energie opgewekt. Hoeveel CO2 besparen we hier dan mee? Nul. Want ook als we het niet zouden doen en we waren geen aandeelhouder, daar werd er nog steeds evenveel energie op gewekt en veranderde dus feitelijk helemaal niks. Nou, wat levert het dan wel op? Het enige wat het oplevert is dat onze CO2-doelstelling al van meer dan de helft is ingevuld. Er is helemaal niks veranderd, we hoeven er helemaal niks voor te doen, er verandert helemaal niks. Alleen op papier lijkt het hartstikke mooi. GroenLinks vindt dit boekhoudkundige groenwastrucjes. En zo zijn er nog veel meer van dat soort trucjes. In deze energievisie wordt dus precies uitgerekend wat we allemaal moeten doen om die 20% CO2-reductie in 2020 te halen. En wat het college dan heel slim doet, is het onderdeel verkeer en vervoer niet meerekenen. Is heel belangrijk in de CO2-uitstoot, maar vinden ze te ingewikkeld, dus dat vegen ze hup zo van tafel. Daarnaast worden er ook nog allerlei initiatieven opgevoerd die nog niet eens bestaan, om onze doelstellingen maar te gaan halen. Zo staat in de energievisie dat we voor 2020... voor 9 hectare aan zonneparken neer gaan leggen of voor 3 megawatt aan windenergie gaan opwekken, terwijl er nog helemaal geen initiatief voor is. Op papier dus leuk bedacht, maar totaal onhaalbaar voor 2020. Maar het is wel weer leuk om onze rekens om kloppen te maken. Maar het wordt nog veel gekker. Zo is het college in gesprek geweest met allerlei inwoners om te horen wat zij vinden van onze energietoekomst. En zo is er een agrariër die graag een mestvergistingsinstallatie wil. Nou, op zich natuurlijk prima. Alleen toen hebben ze bedacht, ja, dit wordt zo'n doorslaand succes, er zijn vast nog 2 boeren meer die dat ook willen, dus dat rekenen we vast mee in onze CO2-doelstelling. Hartstikke leuk natuurlijk, maar dat slaat in de praktijk natuurlijk helemaal nergens op. En als je maar genoeg van dit soort boekhoudkundige trucjes toepast, dan kom je rekensom vanzelf op 0 uit. Precies, hoe toevallig. We moeten om 20% CO2-reductie te realiseren voor 2020 43,6 kiloton CO2-besparing realiseren. En volgens de energievisie van de gemeente Hellendoorn gaan we dus precies 43,6 kiloton CO2-reductie realiseren. Precies. Nou, hoe krijg je het voor elkaar? We halen dus onze doelstellingen op papier door een trucje toe te passen met Twents. Door een onderdeel verkeer en vervoer dat ons niet past gewoon hup van tafel te vegen.
en door allerlei initiatieven mee te rekenen waarvoor niet eens een concreet initiatief te licht. Zo maken we de rekensom precies kloppend. Dit is creatief boekhouden waar Sepp Blatter nog een puntje aan kan zuigen. GroenLinks wil dat we dit echt anders gaan doen. Wij willen echt werk gaan maken van schone energie. En dan niet alleen zodat onze boekhouding hartstikke mooi groen is, maar zodat we echt schone energie gaan maken en een schone toekomst voor onze eigen Hellendoornse inwoners. Daar worden we samen beter van. Wat GroenLinks nu eerst gaat doen is alles op alles zetten om van deze parodie op een energievisie die nu op tafel ligt het beste nog proberen te maken. Maar eerlijk gezegd verwachten wij van het huidige college en de huidige gemeenteraad geen wonderen meer. Gelukkig zijn er volgend jaar verkiezingen. Wij willen aan jou vragen of jij ons wil komen helpen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we in Hellendoorn echt stappen gaan zetten naar een schone toekomst. Wil je ons helpen? Want samen gaat het ons lukken. En wil je weten hoe? Ga dan naar deze website en doe mee.